Mijn nieuwe rubriek in het Klokhuis gaat over eten in de toekomst. De mueslireep, die kennen we. Maar waarom niet een complete maaltijd in een reep? Ik ben een beetje gaan experimenteren en zie hier. De spaghetti bolognese reep. De boerenkool met worstreep. De patatje oorlogreep. Het ziet eruit alsof je hebt overgegeven in een bakvormpje. Geen bord of bestek meer nodig. Handig onderweg voor op de fiets of op het strand. Alleen maar even opwarmen in de magnetron. Wie neemt er nou een magnetron mee op de fiets? Oh. Helemaal niet aan gedacht. Geef niet. Je kan toch nooit iemand vinden die dit in zijn mond durft te steken. Hey, kan ik misschien zo'n reep van je kopen? Ik heb nog niks te eten in huis. Hallo, jongens. Hey, heb je meegenomen? Dat is mijn broer. Hoi, Douwe. Ben, heb jij een paar klusjes voor Douwe? Dat hij hier een week of twee kan werken? Tot ik een echt baantje heb gevonden. Ja, natuurlijk. Van harte welkom. Een broer van Leonor is een broer van ons allemaal. Ben Kokkelman. Dank u wel, meneer. Het is best moeilijk om weer ergens te beginnen als je net uit de gevangenis komt. Oh, dat heb je nooit verteld. Nee, zij hoeven toch niet te weten dat mijn broer in de cel zit? Jij komt net uit de gevangenis. Ja, mijn straf zit erop. Ja, Douwe heeft een jaar gezeten omdat hij wel domme dingen heeft gedaan, hè, Douwe? Wat domme dingen? Ingebroken, dingetjes gestolen. Maar ik heb heel erg spijt en ik wil nu opnieuw beginnen. Als een eerlijk mens. Goed zo. Ik ga even mijn fiets op slot zetten. Hey, bedoel je daar soms iets mee? Douwe zegt toch dat hij spijt heeft? Dan moeten wij hem als mens een nieuwe kans geven. Het is heel gemeen om te zeggen dat als iemand... Waar is mijn portemonnee? Hij is weg. Heb jij politie? Hé, hey, ligt hij daar soms? Heb eens. Kijk eens, Wouter. Alweer een portemonnee die Douwe niet gestolen heeft. Wil jij misschien iets eten, jongen? Een mueslireep? Ja, graag. Hé, hey, Douwe. In de gevangenis, hè? Moest je zo'n zwart-wit pakje aan? Heb je een rare idee over het leven in de gevangenis? Best lekker zo'n reep. Ja, hè? Vooral na een jaar alleen water en brood. Hey Douwe, dat inbreken, hè? Hoe doe je dat eigenlijk? Ga je nou het slechte voorbeeld van mijn broer volgen? Ik heb domme dingen gedaan, maar daar wil ik niet meer over praten. Hier, vertel jij Douwe maar over de domme dingen die jij hier moet doen. Dan kan hij misschien helpen bij het maken van een klokhuisfilmpje. Hey Noor, mag ik je föhn even lenen? Ja. Oké, dit zijn de vragen die kinderen hebben gemeld aan het klokhuis. Ja. Aisha vraagt bijvoorbeeld, waarom komen katten altijd op hun pootjes terecht? Dat is een goede vraag. Nou, als je hier een filmpje over zou moeten maken, hè, wat zou je dan doen? Ontroerend om te zien hoe jullie met een voormalige crimineel omgaan. Je zal merken, als je iemand maar genoeg liefde geeft, dan zit in de grootste boef een goed mens. Ik zou een paar katten van een flatgebouw laten vallen en dan filmen wat er gebeurt. Nou, Douwe! Zolang die maar van onze autoradio's afblijft. Ik ben de enige hier die niet met domme dingen bezig is. Gelukkig maar, want het lijkt erop alsof je je eigen maaltijdrepen staat te föhnen. Slim, hè? Heb je onderweg geen magnetron meer nodig? En een föhn past makkelijk in je tas. Geniaal! En waar steek ik onderweg de stekker in? Stopcontact op een fiets? Helemaal niet aan gedacht. Er wordt helemaal niks met mijn nieuwe rubriek. Hey, hoe werkt dat eigenlijk, een föhn? Ja, nu ik toch bij het klokhuis ben. Dat is moeilijk te zeggen. Het geheim zit van binnen. Het geheim zit van binnen. Mooi. Net als bij elk mens eigenlijk. Oh, ik heb een heel goed idee. Zou ik misschien een camera mogen lenen? Tuurlijk. Timo, leen jij Douwe even een camera van ons? Okidoki. Volgt erbij. Lief van je, Ben, dat je mijn broer wil helpen. Douwe kan rare dingen doen, maar als we hem nu helpen, dan komt zijn leven vast wel op zijn pootjes terecht. Die jongen heeft een hart van goud. Nee. Het gaat erom dat hij wat meer vertrouwen van ons krijgt. Timo, leg jij Douwe even het verschil uit tussen een camera lenen en een camera mee naar huis nemen. Ja, en laat hem niet alleen met katten en een flatgebouw. Nee, het gaat toppie. Wouter is een nieuwe rubriek aan het verzinnen. We hebben een misdadiger een tweede kans gegeven. Ben! Oh, ogenblikje. Mijn computer is weg. Gestolen. Mijn telefoon is gejat. Mijn laptop. Ja, en in de kantine misten ze de magnetron. Sinds die broer van Leonor. Schamen jullie je. Douwe is een nieuw leven begonnen. Let gewoon beter op waar je je spullen laat. Waar is je tv-baas? En mijn Blu-ray-speler. Douwe! Leonor. Familiebezoek is leuk, maar die broer van jou die steelt alles wat los en vast zit. Niks met een stekker eraan is veilig. Hou erover op. Jullie vergissen je. Douwe heeft zijn leven gebeterd. Is er wat los? Nee hoor. We missen alleen een tv, een dvd-recorder, twee computers, een telefoon, een magnetron, een broodrooster en een föhn. Dus als jij even je zakken wil leeghalen... Nou is het genoeg! Echt, als je aan mijn broer komt, dan kom je aan mij.
Douwe stilt niet meer. Daar durf ik mijn handen voor in vuur. Wat is dit? Jij zou dit niet meer doen. Stiekeme dief. Gelukkig heb ik de politie al gebeld. Nee, maar ik wilde dit niet mee naar huis nemen. Oh nee, wat dan? Een winkeltje beginnen? Laat mij dit maar even rustig oplossen. Blijf uit de buurt van die doos. Handen omhoog. Je bent niet tot antwoorden verplicht. Alles wat je zegt kan tegen je gebruikt worden. Ik dacht, we halen apparaten uit elkaar en we filmen hoe ze er van binnen uitzien. Zodat je snapt hoe iets werkt. Leek me wel een leuke klokhuisrubriek. Spijt me. Ik dacht dat je weer een dief was geworden. Het spijt me ook. Ik zei het de hele tijd al. De jongen is goud eerlijk. Maar ja, zij wilde me niet geloven. Ben? Sorry, Douwe, voor het misverstand. Het is oké, hoor. Ik denk dat ik dit wel vaker mee ga maken. Ja, het is een harde wereld daarbuiten. Goed, kunnen we dan nou weer aan het werk? Wouter, hoe staat het met je nieuwe rubriek? Ik zat even te denken. Misschien kunnen we verschillende elektrische apparaten uit elkaar halen en dan in een kort filmpje uitleggen hoe ze werken. Hé, hey, dat heb ik bedacht. Ja, ga je nou het idee van mijn broer stelen? Oh, dat is veel erger dan dat je een telefoon pikt of een tv. Goedemiddag, wij kregen een melding van diefstal op het klokhuis. Ik had gebeld, maar vals alarm, er is niks gestolen. Wel waar, jij probeert een idee te stelen van mijn broer. Nee, niet stelen, alleen maar lenen. Kom dan maar even uitleggen op het bureau. Moet ik de gevangenis in? Een paar dagen cel kan best goed voor je zijn. Maar dat houdt nooit vol. Op water en brood. Neem stiekem een van die maaltijdrepen van je mee. Wij komen je bij het bezoeker wel een föhn brengen. Auw!